Twee kleine dartpijltjes hangen om de nek van Michael Verberg. Niet gek, want zijn leven draait om darts. Hij is een talent, pakte eerder dit jaar al 4 wereldtitels bij de junioren. Begin van het jaar begon eigenlijk met Dutch Open, Hall Open. Na die toernooien zelfvertrouwen gekregen. En het is eigenlijk steeds beter gegaan en de laatste tijd steeds meer toernooi aan het winnen. Vandaag is het NK darts in Nijkerk en Verberg begint goed. Hij gooit op zijn kenmerkende nonchalante stijl de ene na de andere tegenstander uit het toernooi. Onder toeziend oog van een trotse pa. Kun je niet uitleggen hoe trots eigenlijk? Ik weet niet hoe ik het moet checken, echt niet. Ik ben zo trots dat ik denk dat ik de trotse papa ben van Holland. Verberg wint ook de halve finale. Het voedt de gedachte dat de jongeman uit Herpen heel ver kan komen. Donderdag begint het WK. Wanneer zien we jou daar? Ik hoop over 3 of 2 jaar. 3 of 2 jaar? Misschien eerder als het mee zit. Maar Michael van Gerwen is voor jou wel het grote voorbeeld. Nou, ik bedoel, fanatiek. Hij vindt het spel volgens mij echt geweldig. Je ziet alles. Ja, uitstraling, super. Maar dan in de finale op het grote podium gaat het mis. Verberg verliest met 4-1 en wordt dus tweede op het NK. Snel vergeten, gewoon weer een week lekker werken doen en dan volgend weekend weer opnieuw. En dan gaan wij nog veel van jou horen. We gaan ons best doen.